elektrisch skateboarden is verboden in Nederland. Zo'n ding gaat ook meer dan 30 km per uur. Ja. Maar toch doe ik het. Kijk, de waarde verkeersveiligheid vind ik heel belangrijk. Maar de norm, niet elektrisch skateboarden. Ja, die accepteer ik niet. Ik vind dus dat veilig verkeer begint bij voorrang geven aan fragiele weggebruikers. Voetgangers en fietsers. En elektrisch skateboarders. Kijk, we vinden de waarde volksgezondheid heel belangrijk. Daardoor is dus een norm bedacht dat je een mondkapje draagt op plekken waar je geen 1,5 meter afstand kunt bewaren. Maar de norm is niet dat als je geen 1,5 meter afstand kunt bewaren, dat je dan een mondkapje op moet. Nee, de norm is op plekken waar dat waarschijnlijk meestal niet mogelijk is, moet je mondkapje dragen. Kijk, ik ben bereid risico te lopen. Ik vind verkeersveiligheid echt heel belangrijk. Maar ik vind dat elektrische skateboards toegelaten zouden moeten worden. Als ik word staande gehouden en ik moet dat ding inleveren, vind ik dat heel erg kut, maar ik wil dat risico lopen. Hoewel? Ik ga niet daar langs. Want daar staan ze. Ik vind het dus heel raar dat mensen, zodra ze de pont afkomen, direct een mondkapje afdoen. Terwijl ze nog wel gewoon binnen 1,5 meter van andere mensen zijn. Tegelijkertijd vind ik het ook wel gewoon chill dat die norm er is. In het OV doe je mondkapje op en daarbuiten niet, want dat is veel makkelijker. Want anders moet je de hele tijd met een meetlint gaan lopen. De VVD vindt het heel erg belangrijk dat mensen het allemaal zelf beslissen. Ik vind bijvoorbeeld duidelijkheid een belangrijke waarde. Dat komt ook misschien omdat ik een klein beetje in het autistische spectrum zit. Als iets niet duidelijk is, dan snap ik het niet. De moraal van het verhaal is dat we eigenlijk allemaal wel ongeveer dezelfde waarden hebben. Maar dat die waarden in een verschillende volgorde staan. En dat de normen, de manieren om waarden uiting te geven, heel erg van elkaar kunnen verschillen. Ik vind wel dat mensen sneller bekeurd zouden moeten worden wanneer ze hun mondkapje niet of niet goed dragen. Ik vind ook dat ik bekeurd moet worden als de politie mij ziet skateboarden en ik veel te hard ga. Ik vind ook dat ik bekeurd moet worden als ik een hele onduidelijke video maak. Ik dacht gisteren echt een goed idee, normen en waarden. Dat kan ik aan de hand van deze twee voorbeelden helemaal top uitleggen. Niet gebeurd. Maar ja, morgen weer een nieuwe video.